Michel Mooi van Papendrecht. Ik ben chirurg, meer specifiek traumachirurg. Maar ik heb een aantal aandachtsgebieden, niet alleen de traumatologie. Ik doe ook de gastroenterologie, dus de buikchirurgie en de hoofdhalschirurgie. Ik ben chirurg geworden omdat ik hou van de concreetheid van het vak. Ik kom een patiënt tegen met een probleem, dat kan ik chirurgisch oplossen. Dus middels een operatie. En dan is daarna het probleem ook in principe opgelost. Bijvoorbeeld, iemand komt binnen met pijn in de buik. Die heeft na onderzoek mogelijk een blinde darmontsteking. Die wordt door mij geopereerd. Die is daarna ook van het probleem af en voor altijd van het probleem af. Dat is een zo concreet resultaat van mijn vak. Dat trekt mij aan. Moet ik nog naar fysiotherapeut? Nou, zullen we eerst even een foto maken van de elleboog? Kijken of daar nog iets afwijkend op te zien is. En dan komt hij toch nog even terug. En dan hebben we het er daarna nog even over. Oké. Okay. Ja? Ja. Goed zo. De grootte van het ziekenhuis trekt mij aan. Het is een ziekenhuis wat niet al te groot is. Dus de lijnen zijn kort. Overleglijnen met andere specialisten zijn gemakkelijk. We werken in een ziekenhuis zonder opleiding, waardoor het ook heel gemakkelijk is dat specialisten onderling contact hebben over patiënten. We zien onze eigen patiënten ook steeds zonder tussenkomst van assistenten die belangrijke beslissingen nemen zonder de specialist erbij te betrekken. Ik ben hier naar Bernhoven toegekomen omdat we hier een gloednieuw ziekenhuis aan het bouwen zijn. En dat is iets wat mij bijzonder aantrekt. Ik heb al meer ziekenhuizen gebouwd in mijn leven. En ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om bij de bouwontwikkeling van ziekenhuizen betrokken te zijn.